Elk jaar weer hetzelfde verhaal. Als de zon begint te schijnen en de temperatuur loopt op, willen mensen lekker het water in. Maar dezelfde spelbreker speelt elk jaar weer op. Blauwalg. En dus een negatief zwemadvies. Door blauwalgen kan huid- en oogirritatie ontstaan. En als je het binnenkrijgt, kan je er goed ziek van worden. De gemeente en het waterschap doen er alles aan om dat probleem zo goed mogelijk aan te pakken. Bij de Karringenplas doen ze nu een test met een pomp, die water uit het meertje het riool inpompt. En een van de oplossingen die we bedacht hebben is iets van doorstroming creëren in deze plas. Waarmee we een trek van schoon water voor het strandje langs kunnen maken. Nou, dan moet je dus ook water afvoeren. En wat je hierachter ziet zijn de slangen waarmee we water afvoeren naar het volgende gedeelte van de watergangen. Er zit een pomp daar zo in die put. En die trekt water aan, gaat ongeveer met een badkuip per minuut. Die orde van grootte moet je denken. Dat gaat dan vervolgens in een regenwaterriool en stroomt dan vervolgens verder die kant op. En dat zorgt er dan voor dus dat water hier wordt aangetrokken. Nou, aan de overkant van de Karringenplas, hier tegen het koerspad aan, dat is waar water de plas inkomt. En dat is in principe schoon water. En op die manier verversen we dus langzaam het water in de Karringenplas. Controleren of het ook echt werkt blijft lastig. Wat we hier heel vaak zien is dat door windwerking kan de blauwalg aan één kant van de plas heel erg gaan ophopen. Dus soms een beetje hele hoge concentraties aan één kant van de plas en aan de andere kant valt het dan best wel weer mee. Nou, we hopen dus ook dat op het moment dat dan blauwalg aan deze kant zich ophoopt, dat we dus met die badkuip per minuut ook heel veel blauwalg afvoeren. Maar goed, het blijft uiteindelijk een klein beetje natte vingerwerk om te kijken of het nou echt effect heeft. Dus dat hopen we deze zomer met deze proef te ontdekken. Want wat we in de toekomst willen, als dit werkt, dan zouden we hier graag een vaste opstelling willen waarmee we dan eigenlijk ieder zomer dit kunnen uitvoeren. Een permanente oplossing blijft een moeilijk verhaal. Nee, dus in principe van de lange adem. Dus je moet eigenlijk ingrijpen op alle verschillende oorzaken die dit kan hebben. Wat we doen is we kijken wat we aan voedingsstoffen in de plas hebben. Misschien kunnen we bijvoorbeeld de waterbodem opschonen. Maar dan moeten we eerst wel weten of dat ook een positief effect heeft. De wateraanvoer die moeten we dus zo schoon mogelijk zien te krijgen. Nou, er zijn al heel veel maatregelen in het netwerk van sloten hierachter gebeurd, zoals natuurvriendelijke oevers. Dus het water wordt steeds schoner. Maar we hebben nog steeds niet het omslagpunt bereikt waarop we kunnen zeggen van nu hebben we de oplossing. Ondanks het negatieve zwemadvies houdt niet iedereen zich eraan.